Ongeveer 6% van de Surinaamse jeugd heeft gisteren deelgenomen aan de verkiezing van een nieuwe nationale jeugdraad. Dat ligt ver beneden de verwachting van 25 tot 30% die bij vorige verkiezingen werd gehaald. De nieuwbakken jeugdraadleden, die zullen helpen aan het vormen van een beter jeugdbeleid, gaan nu in training om vooral effectief te functioneren, zegt Mitesh Bagu, waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut. En het is pas het begin. Kiezen en gekozen worden is pas het begin. We hebben een traject van 3 jaar die we samen gaan moeten uitvoeren. En ik hoop dat we een goede samenwerking hebben. Want u weet, als waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut, gaan we dagelijks in contact zijn met de jongeren van jeugdraad. Dus wij denken om een goede trainingspakket voor hen neer te zetten. Of dat is alvast al in planning, een goede trainingspakket voor hen neer te zetten. Maar zeker met die jongeren heel veel te gaan bereiken voor jongerenparticipatie in Suriname. En Suriname als best model of practice, zeker binnen CARICOM, zo te behouden. De gekozen jeugdraadleden zullen de brug vormen tussen de jeugd en de overheid. De jeugdparticipatie in de samenleving moet weer op gang gebracht worden. En daar zullen de nieuwbakken leden vorming aan helpen geven, zegt Bagu. Voor mij is het van belang dat zeker de nieuw gekozen jeugdraadsleden bewust zijn dat het niet een makkelijke taak wordt. U moet weten, als jongere ben je niet alleen een student, niet alleen een kind, niet alleen een broer, misschien ook een vriend of een vriendin. Dus je hebt tal van bezigheden per dag. En binnen je drukke bezigheden komt dat stukje van jeugdraad ook erbij. En ik denk dat jeugdraad zeker heel veel tijd gaat eisen van de jeugdraadsleden, omdat je zelf gaat moeten investeren in een stukje training, volgen van vergaderingen en al dat soort van dingen. Je gaat naar jongeren moeten gaan, je gaat consultatie moeten houden met jongeren, dus het gaat heel veel tijd vergen van jezelf. Dus wat ik wil zeggen is dat zeker de jongeren die gekozen zijn, hou er rekening mee dat je heel veel tijd gaat nodig hebben. Je gaat een stukje time management moeten doen, hoe je dat stukje inplant, dat je eigenlijk ook tijd maakt voor je familie, ook tijd maakt voor je studie, want vooral je studieprestatie moet goed blijven en dat je daarna sowieso goed tijd maakt voor jeugdraad Suriname. En dat je eigenlijk probeert zoveel mogelijk samen te werken, want alleen ga je niet alles kunnen doen, maar als je een goede team kan samenstellen, goede samenwerking kan hebben met jongerenorganisatie. En ik denk in elke situatie waarbij je samenwerkt, ga je veel meer kunnen bereiken. De digitale verkiezing was ongeveer 90% goedkoper dan de voorgaande verkiezingen van het jeugdparlement. De 29 gekozen leden zullen 3 jaar zitting hebben in de Nationale Jeugdraad.